1, 2, 3 en we filmen. Weet je wat er met die giftige auto is gebeurd die op de parkeerplaats stond bij de Heijermanstraat? Die is er niet meer. En weet je wie dat heeft gedaan? Ik heb. Ik heb dat ding laten wegslepen door de gemeente, want hij voldeed niet aan de moderne milieueisen. En het was altijd een vals kentekenplaat en het was duidelijk een grap. Bij de gemeente Zaanstad kun je echt niks flikken in dat opzicht. Dus ik voel het een beetje als mijn burgerplicht om dat stomme ding te melden. Puh. Kun je eens indenken wat er was gebeurd als normale mensen zich eraan waren gaan ergeren? Die hadden nooit bij de gemeente kunnen melden. Die hadden niet geweten hoe dat had gemoeten. Maar goed, ik ben nu verhuisd uit die hoek van Zaanstad. En ik woon lekker weer ergens anders. Dan hebben de mensen weer wat om over na te denken. Hoe ze me nu weer moeten pesten. En ik meen dat prik is weggesleept door de gemeente omdat ik zei dat ze dat moesten doen. Ik heb die gegevens opgeslagen en tja, ik ben trots dat ik dat heb laten doen, want ik vond het een kutgrap. 1, 2, 3 en we stoppen nu met filmen.